Welkom bij de Vlaams Film Podcast, de podcast over Vlaams film en tv, van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikes. Dit is de eerste aflevering in een miniserie over de film Cleo, die in 2019 uitkwam. De film gaat over de 17-jarige Cleo, gespeeld door Anna-Francesca Jeger, die haar ouders verloor in een verkeersongeval. Ze zoekt troost in haar pianospel en de muziek van Rachmaninoff, maar ook in de mysterieuze Leos, gespeeld door Roy Arnoud. Ik sprak over de film met schrijver en regisseur Eva Kools en actrice Anna-Francesca Jeger. Over 3 afleveringen vertrekken we vanaf het initiële idee tot het schrijven, de casting, het draaien, de postproductie tot release en het terugblik. Let op, we hebben het over de hele film, dus er zullen spoilers komen. De interviews werden vorig jaar opgenomen en duurden lange tijd om ze te monteren. Ook even meegeven dat de geluidskwaliteit van Anna-Francesca Jeger niet zo zuiver is, mijn excuses daarvoor. In deze eerste aflevering beginnen we bij het begin. Het initiële idee van waaruit schrijver en regisseur Eva Kools is vertrokken. Het idee is ontstaan vanuit een persoonlijke ervaring. Het is zo dat ik iemand in mijn familie verloren ben in een verkeersongeval. En dat dat verkeersongeval nooit helemaal is opgehelderd. En daarom wou ik dit thema dus in de eerste plaats onderzoeken. En heb ik veel research gedaan om tot het uiteindelijke scenario te komen van Cleo. Je vermeldt dat je research gedaan hebt. Hoe heb je die gedaan? Met welke mensen heb je gesproken? Wel, ik heb eerst en vooral met een traumatherapeut gesproken, die heel belangrijk is geweest voor het verhaal, omdat hij eigenlijk de verschillende versies van het scenario heeft opgevolgd. En ook omdat ik eigenlijk dankzij hem heel veel inzicht heb gekregen in het verhaal van traumapatiënten. En er zijn ook wel waar gebeurde gebeurtenissen in het scenario gecijpeld. Dus eigenlijk verhalen van, losse verhalen van verschillende mensen die een trauma hadden meegemaakt, op verschillende manieren zijn eigenlijk wel in het scenario beland. Dus dat was een eerste belangrijke persoon in de research. En dan heb ik ook verschillende gesprekken gevoerd met veroorzakers, dus daders van verkeersongevallen. Sommige daarvan die hadden een vluchtmisdrijf, maar op heel, heel kleine, beperkte schaal, in de zin van dat ze de plaats hadden verlaten en later direct teruggekomen, bijvoorbeeld, veroorzaakt. Maar er waren andere mensen die een ongeval hadden veroorzaakt waar ze waren bijgebleven, maar die dan wel dus een verschrikkelijk schuldgevoel daaraan hadden overgehouden en die mij daarover wouden vertellen. En dat is ook omdat er een... ik ben eigenlijk via een lotgenotenvereniging liever die mensen op het spoor gekomen, want die hebben natuurlijk... Ja, hun gegevens zijn privé. En ik heb die vereniging zelf gecontacteerd en de mensen die met mij in contact wouden komen, hebben mij gecontacteerd. Het was eerder zo dan omgekeerd. Omdat dat niet gemakkelijk is om bij die mensen te geraken natuurlijk. Dus dat waren de belangrijkste researchbronnen van mijn verhaal. En hoe heb je die interviews dan uitgevoerd? Wel, ik heb 1-op-1 die interviews uitgevoerd. Ik ben bij die mensen thuis meestal geweest. En ik heb die interviews opgenomen dan. En daarna uitgetikt. En dat was eigenlijk de basis van mijn research. Waren de grote misconcepties die je zelf had, die dan zijn bijgestuurd door je research? Ja, toch wel. Omdat vanuit mijn familie ken ik heel goed de kant van de slachtoffers. Hè, omdat ik in mijn familie iemand verloren ben in een verkeersongeval. Dus ik was nogal gekleurd, om het zo te zeggen. Uiteraard, ja, als je een vluchtmisdrijf pleegt, dat is een verschrikkelijk feit. Dus ik had daar natuurlijk een gekleurde mening over. Maar ik was dan wel verrast als ik met die veroorzakers in gesprek ging, dat ik vaak ook bij familievaders terechtkwam, gezinshoofden die jonge kinderen hadden, die in hun leven verwoest was door het ongeval, die hun, bijvoorbeeld hun werk hadden verloren of die depressief waren geworden.
En dat ik dan veel meer de menselijke kant achter het verhaal leerde kennen. Waardoor ik daar toch wel een ander beeld door kreeg. Daarom niet een totaal ander beeld, maar wel een genuanceerder beeld. Waren er dingen die dat je heel graag in het scenario wilde hebben, maar die door de research dan volledig niet logisch leken? Nee, eigenlijk niet, omdat ik was natuurlijk aan het researchen terwijl ik schreef. Dus het is niet dat ik eerst een volledig ander verhaal had geschreven. Maar wat ik wel besefte was natuurlijk dat ik wou ergens de kerk in het midden houden. Ik wou dat het schuldgevoel... ik was goed van het verschillende kanten belichamen, vanuit de kant van Cleo en vanuit de kant van Leo's ook. En wat er wel veranderd is, denk ik, door die research, is het einde. Omdat ik helemaal in het begin wel een meer zwart-wit standpunt had over het einde. En dat ik dat mijn personage eigenlijk de veroorzaker en de persoon die natuurlijk de hele tijd ook tegen haar gelogen heeft afstraft. Terwijl ik dan achteraf toch wel voor een soort van vergiffenis koos. Hoewel dat geen volledige vergiffenis is, maar toch een soort van mededogen. Omdat ik dacht dat daar misschien wel meer kracht in zat dan alleen maar het recht te laten geschieden, zoals ze zeggen. En ook als filmmaker vond ik dat wel interessanter om een verhaal te brengen dat misschien niet altijd helemaal is zoals dat we willen dat het afloopt, maar misschien wel anders is of minder zwart-wit. Dat einde is eigenlijk wel echt daardoor veranderd. Je hebt in 2014 een scenario-workshop van het FAF gedaan, is dat correct? Hoe ben je daarbij gekomen? Wel, inderdaad, workshop was eigenlijk een scenario-atelier, dus dat nam toch wel 6 maanden in beslag, fulltime als je het zo zou bekijken. En hoe dat ontstaan is, wel, het was eigenlijk zo, ik was afgestudeerd aan Sint-Lucas, ik had 4 kortfilms gemaakt en ik wou een langspeelfilm maken, maar ik besefte dat die narratieve structuur van een langspeelfilm toch totaal anders is dan die kortfilms en dat ik die structuur ook nog niet onder de knie had. Dat je eigenlijk heel veel zelf nog moet leren en ontdekken en autodidactisch te werk moet gaan om zo'n film te kunnen schrijven. En daarom was het scenarioatelier van het FAF voor mij echt wel de juiste stap en een grote kans, omdat ik daar begeleid werd door ervaren scenaristen die me echt wel hebben ingewijd in het vak. En ik heb het gevoel dat ik daar het meeste geleerd heb als scenarist om dat traject verder te kunnen zetten. En wat had je al voor het atelier? Was je toen al beginnen schrijven voordat je daarmee begon? Ik had al een synopsis en een klein treatment geschreven, maar ik was wel heel bewust op zoek naar die subsidies van het scenarioatelier om mezelf verder te kunnen ontwikkelen, ja. Je hebt dan ook in 2015 dan met Sources to Script ook een scenario workshop dan gedaan. Hoe verliep die? Ja, dat was in Noorwegen. Sources 2, inderdaad, toch een zeer gerenommeerde Europese scenario-workshop. Dat was ook een fantastische ervaring, want we zaten daar met 15 Europese scenaristen. Het was ook niet gemakkelijk om daarvoor geselecteerd te worden, want je moet daarvoor appliceren en geselecteerd worden. Met een groot dossier toch wel. En ik heb daar heel veel geleerd ook, omdat ik met veel ervarenere scenaristen in contact kwam. We hadden ook internationale mentors en uw scenario werd eigenlijk volledig ontleed. Ik heb die workshop ook gedaan omdat ik besefte dat mijn verhaal in het begin, dat ik dat toch niet zo gemakkelijk verkocht kreeg. Ik had wel interesse van wel enkele producenten, maar ze vonden het nogal donker of ze vonden het nogal zwaar of mijn personage was niet sympathiek genoeg. En ik dacht van oké, ik ga hier iets moeten doen. En dan heb ik die internationale workshop gevolgd. En dat is wel, dat was wel een succes. Want achteraf, als ik dan de nieuwe versies van mijn scenario had geschreven,
Dan was de commentaar heel positief daarop en dan was er eigenlijk wel heel veel interesse. Dus die workshop had heel veel betekend voor mij. Nu, ik heb zelf, moet ik wel zeggen, heel veel geïnvesteerd in het scenario. Zowel van mijn eigen tijd, ja, zoals iedereen, maar ook financieel. Alvorens dat ik eigenlijk in het systeem van subsidiëring verder kon gaan. Dus dat is iets dat mij altijd is bijgebleven als ik zelf niet aan die kar zo hard had getrokken, dat dat scenario waarschijnlijk een stille dood had gestorven. Je vermeldt producenten. Hoe ben je uiteindelijk terechtgekomen bij de producenten die uiteindelijk de film geproduceerd hebben? Wel, dat was eigenlijk dankzij mijn man Maarten, die werkte als line producer op verschillende projecten van Lunanim. En ik kende hen natuurlijk al wel, omdat ik wist dat zij Lumière, dat zij verschillende films distribueerden en dat dat ook wel films waren met een zeer goede smaak en een hoog artistiek niveau. En eigenlijk zo, via hen, via mijn man bedoel ik, ben ik dan met hen in contact gekomen. En ik vond wel de feedback op mijn scenario heel, heel verfrissend en interessant. En ik vond ook dat de opmerkingen die ik kreeg op het scenario, dat die het scenario echt wel verbeterden. En daarom was ik wel overtuigd. En zij na een tijdje dan ook wel van mij om die samenwerking aan te gaan. Uiteindelijk hebben jullie dan ook in 2016 de Visser Nederlandia-prijs gewonnen. Dat is een scenario-prijs. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dat is een scenarioprijs. Die wordt uitgereikt door de Scenaristengilde. En ook in Vlaanderen, maar ook de Scenaristengilde. Het heeft een andere naam in Nederland. Dus het is eigenlijk een beetje een samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. En dat is toch wel een belangrijke prijs, omdat een jury volledig anonieme scenario's leest en quoteert. En daar was ook een mooie geldsom aan verbonden. En het zet eigenlijk scenaristen in de kijker om hun film beter geproduceerd of zodat die in de aandacht komt, zodat die kan geproduceerd worden liever. Dus dat heeft mij wel een enorme boost gegeven, die scenarioprijs, ja. Had je daar ook heel bewust voor aan meegedaan in hoop om te winnen, of was dat gewoon een van de dingen dat je dan had doorgestuurd en niet terug aan gedacht? Nee, dat is eigenlijk. Ik had dat helemaal niet zo bewust gedaan. Ik had een andere bevriende producenten die mij had aangemaand om dat in te sturen. En ik weet nog dat wij daar met de producenten ook van de film toch nog wat twijfels over hadden of dat het scenario wel op punt stond om door te sturen. Maar door mijn vriendin eigenlijk, die mij zei van kom, stuur dat toch maar in, je weet nooit. Heb ik dat gedaan en ik herinner me nog altijd als ze mij belden om te zeggen dat ik gewonnen was, dat ik aan de vrouw aan de telefoon vroeg, bedoelt u dan de derde plaats of de tweede plaats? Want ik kon dat eigenlijk niet geloven dat ik dat effectief gewonnen had, want er waren toch wel heel veel inzendingen. En ik denk dat juist die anonieme indiening, dat ervoor gezorgd heeft dat dat mogelijk was, want daar deden ook wel echt wel bekende scenaristen en schrijvers aan mee. En als jonge debutante was dat natuurlijk wel een verrassing om zo'n grote prijs te kunnen winnen. Over het schrijven zelf, hoe schrijf je? Doe je iets specifiek om in de mood te komen, een beetje? Dat is heel afhankelijk van het moment, maar ik moet wel zeggen dat ik wel veel naar klassieke muziek luister als ik schrijf. Ja, dat doe ik wel. Dat dan iets beter gaat soms, of om bepaalde gevoelens op te roepen met muziek. Maar nee, verder is het meestal op genoeg aantal uren voor mijn computer zitten en mijn internet afzetten. Ja, dat zijn zo wat rituelen. Heb je het ook specifiek geschreven om zelf te kunnen regisseren? Ja, zeker en vast.
Ik heb het scenario echt wel geschreven omdat ik dat als een auteursfilm zag en omdat ik eigenlijk tot nu toe al elke film en kortfilm liever die ik gemaakt had, zelf geschreven had. Maar natuurlijk is er een verschil tussen de scenarist en de regisseur. Want ik zou perfect ook een scenario voor iemand anders kunnen schrijven of ik zou ook een regisseur kunnen... iets kunnen regisseren dat door iemand anders geschreven is. Maar ik denk dat door het feit dat ik scenarist en regisseur was van Cleo, dat het daardoor wel een heel persoonlijke film is geworden. De film speelt zich af in Brussel. Je woont zelf in Gent. Om welke reden speelt hij zich dan af in Brussel? Wel, ja, het is natuurlijk niet omdat je in een stad woont dat je niet in een andere stad kan filmen. Hè. Net zoals dat er veel mensen in het buitenland ook films opnemen. Maar voor mij was dat redelijk evident, omdat het verkeer zo'n belangrijke rol speelt in het trauma van Cleo. Zij wordt eigenlijk dagelijks geconfronteerd met het luide verkeer in Brussel als fietser. En ja, dat was natuurlijk de perfecte locatie om zo'n verhaal in te laten plaatsvinden van iemand die een posttraumatische stressstoornis heeft. Maar tegelijkertijd ben ik altijd wel gefascineerd geweest door de omgeving Brussel, door het cinematografische eigenlijk van Brussel, het ruwe, het authentieke en de schoonheid die er ook wel in die ruwheid heerst. En ik vind dat een heel filmische stad. Dat had ik niet meteen gevonden in Gent, waar alles toch wel iets mooier afgewerkt en iets braver is. Dus ja, dat was redelijk duidelijk dat ik dat in Brussel wou verfilmen. Het hoofdpersonage is een 17-jarig meisje. Was dat altijd ook al het plan om dat, om Cleo dan als hoofdpersonage, of had het evengoed een 30-jarige man kunnen zijn? Nee, ik had altijd vanaf het begin het idee van Cleo is het hoofdpersonage. Ook, het speelt zich af in Brussel. Cleo woont bij haar Bobon, waar dat ze Frans mee spreekt. Die zowel Nederlands als Franstalige familie. Een van jouw ouders is ook van Spanje. Spreek jij ook twee talen thuis? Ja, dat klopt. Mijn mama is Spaans. En inderdaad, ik heb wel een affiniteit met tweetalige personages blijkbaar, aangezien dat ik zelf tweetalig ben. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Je kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeacoffee.com/vlaamsfilmpod. Hiermee kan ik beter materiaal kopen. Of je kan de podcast aanraden aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaams Filmpodcast op Facebook en Instagram en @vlaamsfilmpod op Twitter. En nu terug naar de aflevering. In juni 2017 begonnen jullie met de casting. Hoe verliep die? Dat was een heel intens, maar heel leerrijk proces. Ja, de casting was, het grootste deel van de casting was voornamelijk de zoektocht naar personage of de actrice liever die Cleo zou moeten vertolken. En ik denk dat wij een 300-tal inschrijvingen hadden van jonge vrouwen en tienermeisjes voor de rol van Cleo. Via Facebook zag ik een castingoproep. En dan heeft Eva me eigenlijk tegelijkertijd ook gecontacteerd. Toen ik al bezig was met een castingfilmpje maken. Toen kreeg ik van Eva ook een mail om te vragen of ik wat die zie wil komen. Dus zo is dat een beetje gegaan. En uiteindelijk hebben we 150 meisjes uitgenodigd. En zijn we dan tot de conclusie gekomen dat Anna Francisca de beste persoon was om die rol te vertolken. En dat was een heel pittig proces. Tegelijkertijd was het ook wel grappig dat toen Anna Francisca haar video instuurde, want we hadden aan iedereen gevraagd om een voorstellingsfilmpje te sturen, zodat we toch al iets meer inzicht kregen in hoe de verschillende actrices, hoe ze eruit zagen, maar ook hoe ze zich voorstelden en wat voor een indruk dat ze nalieten. En toen Anna Francisca haar filmpje opstuurde, herinner ik mij dat ik
ja, meteen toch wel verkocht was. En dat ik vooral heel geïntrigeerd was door haar verschijning en door haar manier van spreken. Dat ze iets heel ongrijpbaar had en mysterieus. Wat dat ik echt wel zocht in die rol. Maar natuurlijk moet je dan nog een heel lange weg en een lang castingproces afleggen om ook wel in die keuze bevestigd te worden. Was het piano spelen of piano kunnen spelen ook een groot deel van bij de zoektocht? Het was een pluspunt. Ik had in de oproep geschreven dat muzikaal aangelegd zijn of piano kunnen spelen een pluspunt was. Maar ja, ik had ook wel zoiets van, het is echt heel moeilijk om iemand te vinden die en fantastisch kan acteren en ook nog eens een Franstalige of een Brusselse tongvangel liever heeft en dan nog eens kan piano spelen. Dus ik dacht, ja, als ik een actrice vind die niet kan piano spelen, dan zal ik het wel oplossen met de montage om het zo in beeld te brengen dat het wel klopt. Maar natuurlijk, als je dan als filmmaker het geluk hebt om iemand tegen te komen die alle drie de facetten beheerst, ja, dan is dat wel een godsgeschenk voor je film, omdat je dat dan op een zeer authentieke, realistische manier in beeld kan brengen. En dat was ook, denk ik, de grote sterkte van Anna Francisca Jeger, dat ze zo veelzijdig was op verschillende vlakken. Het fijne was dat in die castingoproep er eigenlijk al drie dingen stonden die mij wel hard aanspraken, namelijk dat ze zo in een meisje, een jonge vrouw zochten, uit het Brusselse en die piano kon spelen. En dat waren dan de drie dingen waar ik wel iets mee kon. En dan inderdaad in drie rondes, waarvan ook uiteindelijk gelijk loopt met het castingproces voor de rol van Leos. Dus ja, mijn acteurs die ook voor Leos kwamen auditeren. Ja, en dat is altijd, een casting is altijd, zoals de meeste castings zijn, nogal onwennig, omdat je nog niet zoveel weet over het scenario. Dus je valt zo'n beetje uit. Of je weet nog niet zo goed wat je moet verhalen of zo. Maar en dat is, ja, dat is ook altijd, bij film is dat ook anders dan in theater, dat je zo vaak moet, vaak ook dingen moet spelen die er niet zijn, voordat je aan een tafel zit en dat nu die persoon op is. Dus je moet zo heel erg zo hoog mimeren halen en dat is niet zo handig. Maar ik denk eigenlijk dat dat in het geval van Cleo niet hard aan de hand was. Dat dat wel meeviel. Dan is er ook Leos, die gespeeld wordt door Roy Arnaerts. Wat voor iemand zocht je daarvoor? Ja, ik was op zoek naar iemand die een getroubleerde ziel kon incarneren. En naar een eerder introvert persoon. Nee, een introverter personage. En ja, ze zijn een beetje twee verloren zielen, hè? Cleo en Leos, in een stadslandschap, om zo te zeggen. En ik vond het ook belangrijk, omdat het toch wel een hele gevoelige film is. Had ik ook eerder de neiging om met acteurs te werken die dan meer in het theater bekend waren, maar dan misschien minder door het grote publiek. Omdat ik dacht dat ik daardoor wel een grotere authenticiteit in de cast zou kunnen genereren. Dat mensen zich eigenlijk beter zouden identificeren met iemand die niet in elke grote Vlaamse film had meegespeeld. En ik vond dat eigenlijk wel een goede beslissing ook. En los daarvan natuurlijk had Roy Arnaerts mij wel helemaal overtuigd met zijn capaciteit en zijn diepgang en het feit dat ik hem ook niet helemaal kon vatten, zoals mijn personage ook niet te vatten valt, of niet te vatten is. Even terzijde, ik heb ooit eens met Roy, jaren geleden, een kortfilm gedraaid van Jesse de Leeuw, waar hij de love interest speelde, You Will Find It. Dus ja. Voor mij was het zo, had ik zo de romantische dingen. Dat was volledig. Ik kwam in de film met dat. En dan uiteraard was het iets volledig anders en volledig met mij wel. Ja, dus, ik heb die kortfilm ook gezien. Dat is grappig, want Jesse is ook een vriendin van mij. Maar ja, ik had dat ook gezien en ik dacht, ik vond dat hij dat heel authentiek en charmant deed. Maar het is een totaal andere kant van de acteur. Dat klopt. Dan voor de Bobon,
van Cleo, Jet, heb je Yolande Moreau. Ja. Wat voor iemand zocht je in de rol? Hoe ben je bij Yolande Moreau geraakt? Wel, ik zocht natuurlijk een oma die Franstalig was, maar die ook een beetje de Brusselse tongval had, die een paar woordjes Nederlands kon spreken, maar niet goed. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit casting heb gedaan voor die rol, dat ik meteen zoiets had van, ik wil en ik zal met Yolande werken voor deze film. Nu, ik wist dat dat heel moeilijk was, omdat zij natuurlijk alleen vooral in Frankrijk een hele grote actrice is, terwijl dat zij eigenlijk een Belgische actrice is en dat ze nog nooit in een Vlaams film had meegespeeld. Omdat dat als debuterende, onbekende regisseur heel moeilijk zou zijn om haar te kunnen overtuigen. Maar ik heb dan toch mijn stoute schoen aangetrokken en via Wim Wilaert, denk ik, heb ik haar telefoonnummer kunnen bemachtigen. Heb ik haar gewoon gebeld en ik kreeg niet meteen respons, maar toch wel na enige lange tijd stond er een voicemail op mijn telefoon en was het Yolande die graag mijn scenario wou lezen. En zo is het eigenlijk gegaan. Ik heb mijn scenario opgestuurd naar haar, vertaald in het Frans. En zij was gecharmeerd door het scenario en van het een is het ander gekomen. Dat is ook het broertje Bruno. Wel, hier was het ook weer heel belangrijk voor mij dat een jongen van 7 jaar zou zijn die tweetalig was. Omdat ik dat heel belangrijk vond dat hij perfect zowel Nederlandstalig als Franstalig zou zijn, zoals Cleo. En ik heb daar een beetje een obsessie mee, omdat ik kan daar zelf niet goed tegen in films, wanneer dat je zo'n gezin hebt waarbij dat de ene West-Vlaams spreekt en de andere Oost-Vlaams en de andere Antwerps en dan de kinderen spreken dan nog eens Limburgs of zo. Dus ik had zoiets van, ja, als ik dat verhaal hier in Brussel wil situeren, dan moet dat ook wel kloppen. Maar ik had tegelijkertijd ook wel een jongen nodig die heel spontaan en heel intuïtief zou acteren, want op die leeftijd, ofwel zijn ze zich te bewust van zichzelf en spelen ze echt een theaterstukje, ofwel zitten ze nog in de fase dat ze het allemaal als een spel zien, maar dat ze niet echt beseffen dat ze aan het acteren zijn. En ik had het geluk dat bij Isaac, de acteur die Bruno speelt, het geval was dat hij eigenlijk heel intuïtief en impulsief reageerde, hoewel dat hij zijn tekst heel goed kende, en dat was een enorm slimme jongen, dat hij toch nooit geforceerd overkwam als hij speelde. Dan de beste vriendin Mira. Dus voor Mira heb ik Marta Canga Antonio gecast. En ik had haar ook bezig gezien in Black en ik vond haar prestatie echt wel heel sterk. En uiteindelijk, omdat het zo goed klikte op beeld tussen Anna Francisca en Marta Canga, heb ik ook voor haar gekozen. Want wij hebben ook zo chemistry casting gedaan om te zien van, het zijn twee beste vriendinnen in de film. Dus dat was meteen duidelijk dat zij er bovenuit stak. En ik vond het natuurlijk ook belangrijk, aangezien dat we een film maakten in Brussel, dat er ook diversiteit aanwezig was in de cast. Met het anders een beetje raar was geweest. Ik ben heel blij dat ze heeft kunnen meedoen in de film. Dan de tante Arianna, je speelt er Nathalie Broos. Ja, ook bij Nathalie was het heel duidelijk dat ik haar meteen gevraagd heb voor de rol van Arianna, omdat ik enorm veel respect heb voor haar als actrice, zowel in het theater als in film. Is zij toch wel een van onze beste actrices, vind ik. Het was natuurlijk een kleine rol, maar wel een belangrijke. Omdat juist de nuance die er in het personage van Ariane ligt heel belangrijk is. Het feit dat sommige mensen niet echt goed kunnen omgaan of reageren op rouw. En dat er vaak gezegd wordt van, laat maar iets weten als je het nodig hebt. Maar dat mensen vaak ook gewoon niet zelf de moeite doen om mensen te ondersteunen die iemand verloren hebben. Dat was toch wel een gevoelige rol ook om te spelen. En
Alweer had ik het geluk om met zo iemand zoals Nathalie Broods te kunnen werken voor een eerste film. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. En dan Jean, de vriendin van Leos. Ja, dat is. Dus Jean werd gespeeld door Lucie Debay. En Lucie had ik ook ontdekt via de films van. Allee, via de film The King of the Belgians van Peter Broses en Jessica Woodward. En ik vond haar een heel verfrissende verschijning. En ondertussen is zij ook wel opgepikt in het Vlaamse circuit. Ze is een Brusselse actrice. En ik vond het ook wel goed om iemand om echt een Franstalige vriendin voor Leos te zoeken die ook wel zijn leeftijd was en een hele pittige verschijning had om ook het verschil in beeld te brengen tussen de jonge Cleo die helemaal verliefd is als 17-jarige puber op een 30-jarige man en toch daarnaast zijn vriendin te plaatsen om te tonen dat die twee leefwerelden toch iets verder uit elkaar lagen dan Cleo werkelijk dacht. Het was een hele fijne samenwerking met Lucie op de set. Was het personage ook specifiek Franstalig? Het personage van Lucie? Ja, was het ook Franstalig geschreven of had het ook even goed een Nederlandse talige kunnen zijn? Nee, het personage van Jean was Franstalig geschreven, ja. Ik vond dat wel belangrijk, omdat ik een film maakte in Brussel, om zowel Nederlandstalige als Franstalige personages in beeld te brengen. Alweer omdat ik het realistisch vond en dat het nogal raar zou zijn, moesten we alleen maar Nederlandstalige personages in Brussel hebben. Nu dan, het personage Cleo, in jouw woorden, wat voor iemand is dat? Ja... Goeie vraag. Ik moet ook zeggen dat het al ondertussen al 3 jaar geleden is dat we de film hebben opgenomen. Dus ik was ook al aan het denken toen je de vraag stelde om voor de podcast. Dat ik zo, dat is zo lang geleden, of de tijd gaat zo snel. Cleo is een jonge vrouw die eigenlijk echt midden in haar puberteit zit. Die 17 is en uitgaat. Zich bezig had met vrienden, met paardansen en mij op dat moment eigenlijk ja, zoiets onvoorstelbaar meemaakt. Het verlies van haar ouders die in een ongeval waar ze zelf bij betrokken was en daar gewoon een hele leven over ophoudt. Dus eigenlijk ja, een onnoemelijk verlies of zo mee moet omgaan en hoe dat zo bij een jong iemand misschien die nog volop in haar weg probeert te zoeken in de wereld, extra haar binnenkomt of zo. Zich ja, ontworteld voelt bij het verlies van haar ouders, die haar richting gaven of allee. Ook via de piano of zo, die haar vader was een concertpianist of zo, dus, of via dierenband of zo, probeert ze misschien houvast te vinden. Dus, maar en ze heeft altijd, denk ik, in veel verschillende scènes ook wel zeker weer barstigheid. Dat ze zo zich niet te lang wil laten vangen of zo, of niet wil worden een jeugdige tegendraadheid. Ligt of lag het personage dicht bij jou? Ja, ik vind dat een moeilijke vraag, omdat dat zo... Ja, het personage bestaat op papier en in het hoofd van Eva. Ze ziet een personage die een film moet gaan bewonen of zo. En natuurlijk, je herkent wel vaak dingen of zo. En misschien ook wel deels bijvoorbeeld die weerbarstigheid of zo die ik daarin zag. Maar uiteindelijk... probeer je in de vertolking of zo, in je spel, vorm je ook het personage of zo. Dus dat is altijd zo'n beetje een moeilijke om te zeggen dat er een absolute Cleo bestaat buiten die vertolking of zo. Er is misschien een Cleo die bestond voor de Cleo op papier en dan de Cleo in de film of zo, die dan mijn lichaam heeft gekregen, maar... Die lopen na een tijd ook allemaal goed door elkaar. Maar ja, dus... Ergens... Ja en nee.
ik herken me en ik ken me ook. Zoals ik me in alle veel personages misschien kan herkennen. Hoe heb je je voorbereid op de rol? In de eerste plaats hebben we veel gerepeteerd. Omdat er een paar heel intense scènes in zitten. Dus met Eva en Roy hebben we, en Marta ook. En Jolande, veel gerepeteerd en het scenario besproken door een visie van Eva, hoe ze de personage zag. Dus eigenlijk op een heel open manier. En dan gelijkertijd ook piano beginnen oefenen. Omdat Eva het belangrijk vond dat Cleo echt een dichte verhouding had tot de muziek. Dus dat de kijker dat ook zou voelen ofzo, dat het stuk echt werd gespeeld en dat die pogingen om dat in de vingers te krijgen ofzo echt waren. Dus heb ik eigenlijk contact opgenomen met mijn oude pianojuf Marleen en zijn we eigenlijk dat stuk samen beginnen oefenen. En dan in de laatste plaats ook via Eva ook hebben we gesproken met slachtoffers van verkeersongevallen of aan mensen die ook zelf mensen hebben verloren of zo. En om over hun ervaringen te horen. Maar ik heb denk ik wel snel gevoeld dat elk rouwproces en elk verlies heel specifiek en heel persoonlijk is. Dus dat dit het verhaal is van een Cleo en dan mijn verbeelding daarvan of zo, van dat trauma en die pijn. Maar dat natuurlijk heel altijd anders is, heel uniek is of zo. Maar dat was zo zeker wel confronterend, misschien nog op een puur menselijk, meer nog dan een puur menselijk niveau dan op een professioneel niveau of je voelt dan een zekere terughoudendheid om daar dan met die verhalen of zo die je dan hoort, om die dan te gaan gebruiken voor je spel, voor je werk. Of zo. Ik denk dat ik het misschien toch ergens anders ook vandaan moest halen of zo. Dat dan. Maar die verhalen hebben het wel zeker opgevoed. Voel je dan ook een zekere verantwoordelijkheid om de ervaring uit te beelden in een manier die eerbiedig is? Of? Ja. Ik denk dat ik op een gegeven moment wel zeker heb gevoeld of zo. En ik denk dat dat ook klopt, maar ik denk niet dat er één manier is om dat te vertolken. Dus dat steeds weer opnieuw er zijn zoveel verhalen van verlies, van rouw, van traumaverwerking of zo. Dus inderdaad, het vooral gaat om dat er met de film van Cleo of zo in deze. Ja, dat je een eigen singulier personage ziet of zo. Die alleen daar kan bestaan, zoals je in het echte leven ook mensen tegenkomt die echt zijn. Dus dat is misschien ook een vorm van geloofwaardigheid, inderdaad. Dat je een personage neerzet die geleefd, waarvan je voelt dat het een geleefd personage is. Dat het een geschiedenis heeft, dat het dingen heeft meegemaakt. Dat het niet alleen een teken is of zo. Of niet alleen zo uiterlijke kenmerken van verdriet, maar dat het echt belichaamd is. Ja, dat is misschien een beetje ontslag tegen verwoordingen, maar ik denk dat mijn eerste verantwoordelijkheid als acteur tegenover het vakmanschap is. Tegenover het spel of zo. Om dat met veel liefde en toewijding te doen. En andere vragen over de ethiek of van een film of zo, die zijn ook misschien ook meer voor een regisseur weggelegd of hangt er ook een beetje vanaf.
Hoe verhoudt jouw personage zich tegenover Leos, het personage van Roy Arnouts, en hoe evolueert dat doorheen de film? Ja, dat is inderdaad ook een belangrijke lijn of zo in de film. En hoe dat evolueert. Ze ontmoet hem eerst op dat moment dat Leo haar redt, bij wijze van spreken, in de nachtclub. En ze is, denk ik, geïntrigeerd, gefascineerd. Iemand uit een heel andere leefomgeving, categorie. Ze weet eigenlijk niets over hem. Maar dat trekt daar misschien alleen nog meer aan of zo. Is het dan niet maag? En daar vooral ook misschien haar pijn doet vergeten op dat moment. Dus waar ze een beetje niet mee kan vluchten. Dus ik denk dat er een... Allee, ook wel zo van die jeugdige... Ik zeg nu jeugdig, maar wel ook verliefde gevoelens zijn in het begin. En vooral ook fascinatie en dat ze daar dus steeds meer lichter tot hem, naar hem toe gooit en elkaar wil leren kennen en dingen met elkaar beginnen delen of zo. Maar waar ze ook voelt dat ze elkaar daar ook niet... Dat er dingen zijn die ze niet weet en die dragen bij dat mysterie, maar die maken haar ook onzeker. En op zo'n moment dat ze dan te weten komt dat hij weet dat haar ouders gestorven zijn en dan voelt ze zich betrapt, maar ook een beetje haar vertrouwen geschonden. En als kijker van de film weet je heel de film lang wel wat de rol van Leos was. Maar Cleo eigenlijk blijft heel de film lang daarvan in het ongewisse, pas het alleen op het einde wanneer hij haar het vertelt. En dat is natuurlijk wel het grootste drukmoment. Onmacht en de ontzet is en kwaad en toch besluit om verder te vluchten, nog verder naar Parijs en naar het concert. Zoiets. Ik denk dat het heel veel verschillende kanten uitgaat en gedurende. In de volgende aflevering gaan we verder met de draaiperiode en postproductie. De vorige afleveringen van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcasts, Spotify of de website vlaamsefilmpodcast.wordpress.com. Deze podcast werd gemaakt door Rick Boeikes, dat ben ik, met dank aan Eva Kools en Anne-Francesca Jäger. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.